Ah, goedenavond, meneer agent. Goedenavond. Goedenavond. Lekker zacht weer vanavond, hè? Ja, is een mooie... Ja, is een mooie zachte avond. Mooie avond, ja. Is nou niet erg, hè, om uit dienst te doen. Nee, hoor, nee. Ja. Ik heb u op hete daad betrapt, geloof ik, hè? Hoe bedoelt u op hete daad betrapt? U bent aan het inbreken. Ik kan dit breken. Ja. Dan bent u wel zo fout. Meen je dat nou? Natuurlijk, ik ben helemaal niet aan het inbreken. Oh nee, je bent helemaal niet aan het inbreken. Nee, hoe komt u daar niet bij? En waarom, als ik vraag mag, meneertje, probeer je dan dit raam open te maken? Ik woon hier. Ah, u woont hier? Ja. En waarom gaat u dan niet door de deur naar binnen, als ik vraag mag? Nou, dat zit zo... Ik heb mijn sleutel verloren. Vergeten. En ik kwam mijn vrouw niet wakker maken. Ja, weet je dat? Ik raad ja. het maar zo. Kijk, want als ik hem midden in de nacht wakker maak op dit uur... dan heb ik kans dat ik een klap met de koekenpan om elkaar eens krijg. Ja, ja. Dus je bent helemaal niet aan het inbreken, nee, eigenlijk. Nee. U wil gewoon die vrouw niet storen. Ja. En nou, het is een kleinigheidje, hoor, wat ik even vragen wil. Futiliteitje. Huh? Waarom draagt u dan een masker? Nou, dat zal ik u vertellen. Ik heb gisteren met de... Ik heb gespeeld. Ja? Zoiets, gespeeld, ja. Met de kinderen. Een spelletje misschien. Dievie met de klos, ken u dat? Dievie met de klos heb je gespeeld met de kinderen, ja. Ja, dat heb ik gespeeld. Beetje laat, hè? Om 2:30 in de ochtend. Dievie met de klos te spelen met de kinderen. Nee, vroeger. Eerder op de avond? Ja, vroeger, ja. Eerder op de avond. Voordat de kinderen naar bed gingen. En toen ben je vergeten het masker af te zetten. Ja, dat was heel dom van me. Dom, tuurlijk. Ja, dom. Ja. Maar een koevoetje, hè? Wat is dat? Koevoetje. Wat is dat, een koevoetje? Nou, dat gebruik je inbreken om ze in te breken. Nee, nou? Ja! Dat wist ik helemaal niet. Nee. Daarom... Zo toevallig. Ah, daarom denkt u dat ik een inbreker ben natuurlijk. Hoe raad je het? Ah, wat dom. Ik dacht dat ik een inbreker was. Ja. Dat is hartstikke leuk. Als ik dat direct aan mijn vrouw vertel, dan lacht ze zich gewoon. Ik zal u nog wat grappigs vertellen. Dan lacht u zich uw vrouw helemaal te pletten, weet je, hè? Ik denk nou nog steeds dat u een inbreker bent. Dat is een goeie. Ja. Dat is een goeie, hè? Ja. Maar waarom zou ik nou bij mezelf in gaan breken? U houdt nog steeds vol dat u Diefje met de klos heeft gespeeld met de kinderen. En dat hij daarom er zo uitziet. Ja. Ja, ja. Maar mag ik een kleine vraag stellen? Huh? Waarom heeft u zich daar niet verkleed? Nou, ik moest gisteravond plotseling ergens naartoe. Ja. Ah, waar naartoe? Naar een bal. Aan naar een bal. Ja, ja. Ik neem aan naar een gekostumeerd bal. Ja, ja. Hoe weet u dat? Ik raad het maar. Ja. En u bent verkleed gegaan als inbreker? Ja, ik ben verkleed. Nou, het is opgelost. Dan ga ik nu naar binnen. Dank u wel, hè, meneer de Gent. Ja, prettige avond verder, hè? Ja, hoor, meneer. Tot ziens, hoor. Tot ziens, hè. Nog een kleinigheid, hoor. Futiliteitje. Die zak die u erbij is. Daar staat een zak op de grond. Oh, die zak? Ja. Die heb ik meegenomen naar het bal. Oh, die heb je meegenomen naar het bal? Die heb ik meegenomen naar het bal. Dan kun je hem even openmaken. Ja. Het is een kleinigheidje, hoor. Ja. Een kleinigheidje. Een routineonderzoekje, hoor. Verder niks. Ja, ja. Stapelzilver. Juwelen. Ah, dat waren de prijzen op het bal. De tombola. Nee. Ik heb je toch gezegd, het is de buit. Ik heb je gezegd, ik was toch inbreker. Ik ben toch als inbreker naar het bal gegaan. En dit is de buit. Ja, maar hoe komt u eraan? Dat heb ik meegenomen van huis. Ah, nou breng u het weer terug. Ja. Goede vriend. De commissaris zal zich rot lachen als u hem dit verhaal vertelt. Ik... Maar zou u hem niet zelf dat verhaal kunnen vertellen? Dat ik... Dan blijf ik hier nog wat steunen. Ja. Dus u houdt nog steeds vol dat u hier woont... en dat u uw vrouw niet wou storen. Ja. Nou... Dat zullen we dan wel eens zien. Drukt u dan maar eens op de bel. Ik heb u gezegd, ik wil geen klap in de koekenpan om dingen te hebben. Dat doe ik niet. Oh, goed meneer, als u die doet in de weekend, hè? Nou, moet u weten, ik doe het niet. Ik denk dat de mensen erg blij zullen zijn wanneer ik ze vertel wat u hier aan het doen was, hè? Ja, dat kan je heel makkelijk zeggen. Maar ik weet wel zeker dat de mensen die hier wonen niet blij zijn. En zeker mijn vrouw niet. Meent u dat nou, meneertje? Nou, we zullen eens... Mevrouwtje,
Heb je je sleutel weer vergeten? Ja, schat, sorry, ik heb er niet aan gedacht. Hoe haal je dit helemaal van in je hoofd, 's nachts om 3 uur thuis te komen? Van een gekostumeerd bal met je dronken vrienden en mij wakker te maken? Ik heb je helemaal niet wakker gemaakt, schat, dat heeft hij gedaan. Wie deed dat dan wel? Hij heeft het gedaan. Aha, deed hij dat? Ik denk dat de commissaris eigenlijk kapot laat als je hem dat trekt.